Nou ja, ik ben natuurlijk wel, het is anders. Ik ben natuurlijk niet echt de doorgewinterde marketeer. Het is natuurlijk gewoon van wat je nu natuurlijk wel meer ziet van ondernemers die uiteindelijk dan natuurlijk in een CMO-rol terechtkomen. Ja. Dat het toch gewoon, ja, dat heb ik ook. Het is, ik haal mijn inspiratie wel echt uit andere dingen. En het is heel erg vanuit het gevoel en vanuit de ondernemersdrang, zeg maar, iets bouwen. Hallo, ik ben Louise Doorn, founder en CEO van Hello Maas. Dit is alweer de 35e Hello Masters podcast. Deze keer met Barbara den Bak, founder en nu Chief Marketing en Innovatie bij de Urban Gym Group. Ben je benieuwd naar andere movers en shakers in marketing? Abonneer je dan op Hello Masters. Elke twee weken een nieuwe podcast via iTunes en Spotify. Hallo, vandaag weer een nieuwe Hello Masters en we gaan vandaag een heel sportief doen met Barbara van Urban Gym Group. De naam zegt het al, de Urban Gym Group is een stedelijke fitnessketen. Waarschijnlijk ken je ze, of beter nog, train je bij Trainmore Club Sportief of High Studio. Trainmore is de grootste met een speciaal concept. Elke keer als je komt sporten, krijg je een euro terug. Dus het pays off to be sportive at Trainmore. En dan heb je ook nog Club Sportief, dat is echt een premium gym. En dan als laatste in de stal is High Studios, dat is een boutique formule waar je in 45 minuten lekker gedrild wordt met high intensity cardio en krachttraining. Tijdens de lockdown gingen helaas alle gyms dicht. Gelukkig vanaf 18 mei gaan ze weer open. Maar in de tussentijd is Barbara en haar team geswitcht naar een multichannel concept. Audio workouts, videolessen en buitenklasjes. Toch om de community engaged te houden. Dus hallo Barbara, leuk dat je er bent. Hi, ja, ik vind het heel leuk dat ik er ben. Ja, ik vind het ook heel leuk dat jij ook weet zelf, dat je zelf ook weet wat High Studios is. Yes. Dat je dat zelf ook ervaren hebt en dat je weet hoe het werkt. Ja, ja, vind ik heel leuk. Top. Ja. Ja, en Belinda, Lindegracht, waar ik vlakbij woon, daar ga ik wel sporten. En de energie die je gewoon hebt om gewoon met zo'n groep eventjes snel te knallen. En ook iemand die je eventjes in het geheel houdt, is toch wel heel... heel fijn. Ja, nou, mooi. Heel goed. Yes. Nou, leuk om hier te zijn. Ja, absoluut. Hey, heb je zelf nog een beetje lekker gesport vanochtend? Ja, zeker. Ja, ik heb even kort een high-intensity workout gedaan van 25 minuten. Ja. En dat werkt eigenlijk wel heel lekker. Het is even gewoon snel quick and dirty workout. En goed. Lekker start van je dag altijd. Wel, ook heb ik er niet altijd zin in, maar daarna voelt het altijd goed. Precies, heel herkenbaar. Ja. En jij bent echt fitnessondernemer, à van la lettre. Het is nu super populair met allerlei studio's en vooral niche sporten. Hè, van spinning tot de bootcamps, van alles is er nu vooral in Amsterdam beschikbaar. Ja. Maar voordat je hier in deze wereld startte, werd eerst in advertising en marketing. Je bent met de Bootcamp Club begonnen, toen de sportkassen buiten eigenlijk nog echt heel nieuw waren. Dat heb je opgebouwd tot meer dan 200 locaties in Nederland, toch? Ja, klopt. Ja. En verkocht na 5 jaar en daarna is High Studios gestart. En dat is redelijk recent toch verkocht aan de Urban Gym Group, waar je nu zelf Chief Marketing en Innovation Officer bent. Ja, klopt inderdaad. Ja, 2018 zijn de labels Trainmore, Club Sportief en High Studios gemerged. Ja. En zijn we als de Urban Gym Groep doorgegaan. En ik heb inderdaad recent een nieuwe rol in die groep, wat ik heel leuk vind. Hè. Dus het is voornamelijk innovatie. Hè. Dus het is echt een focus op nieuwe concepten in de groep. Dat is eigenlijk 80% van mijn werk en de andere 20% dat is verantwoordelijk voor de brand voice van de bestaande labels. Ja, en dat is te gek. Ik heb natuurlijk echt de allerleukste baan. Ja, absoluut. Ja, zeker. Nou, en dan echt weer de intersectie van waar je gestart bent in je carrière. En nu met wat je graag doet. Dus natuurlijk dat is grappig. Ja, maar dat is eigenlijk helemaal niet zo bedoeld. Want ik startte toen echt omdat ik het gewoon tof om, om een concept in de markt te zetten. Altijd heel erg sportminded geweest. Het ondernemen zit ook in mijn bloed. Ja. Een hele vrouwelijke lijn bij ons in de familie onderneemt. Dus dat wilde ik ook graag. Ja. En dat is toch wel grappig om te zien dat je dan toch x aantal jaar verder toch weer terug bent op de plek waar je ooit begonnen bent, zeg maar. Ja. Dus het is echt heel leuk. Ja, hey, vertel eens, ik begin altijd met de vraag, wat is de why in je carrière? Waarom doe je wat je doet? Ja, waarom doe ik wat ik doe? Ik heb daar inderdaad over nagedacht, van waarom doe ik wat ik doe? Het is een soort van urge die ik in me heb, dat ik het gewoon tof vind om dingen te creëren. Ik ben altijd bezig.
is toch een soort dat ondernemersdrang ook wel. Ja. En ja, altijd bezig. En ik vind het gewoon heel erg leuk om vanuit niets iets te creëren. En vooral iets wat er nog niet bestaat. Ja. Dus dat is ja, toch ook een soort ja, hele rush eromheen te creëren. Dat vind ik gewoon echt het tofste wat er is. Dus, en vooral dat early stage, die early stage fase vind ik echt het leukste om te doen. Ja. Ik zie op mezelf een soort van nou ja, rode draad ook wel, dat ik echt een aandachtspanne van 5 jaar heb. 5 jaar lang bootcampclub gedaan. Nou, early stage, het is helemaal te gek. Allemaal helemaal from scratch alles bedacht. En als het dan eenmaal geschaald is en het wordt meer, je verzandt meer in operationele taken, dan ben ik een beetje, haak ik een beetje af. Ja. En dat was met Hive Studios ook. In het begin natuurlijk helemaal from scratch het hele merk uitgedacht. Ja, en als je dan op een gegeven moment een paar studio's hebt, dan verzand je ook weer in allerlei operationele dingen. En ja, dat is niet helemaal mijn ding. Dus ik, ja, dan ga ik toch weer terug naar die creatieve hoek. En ja, even nieuwe dingen creëren. Ja, tof. Dus echt de winkel creëren en niet op de winkel passen. Ja, ja. Ja, precies. En als we het even over workouts hebben, hè? Het is die wereld is natuurlijk enorm exploded als het ware. Vertel eens over jouw favoriete workout, want je hebt natuurlijk nogal wat opties als je betrokken bent met zoveel verschillende... Ja, zeker. Ja, dat klinkt natuurlijk een beetje wij van WC eens, maar ik vind wel echt Hive Studios is wel echt, ja, nog steeds by far mijn lievelings. Ja. Dus ik het zo mag zeggen, ja, dat is echt by far nog steeds mijn favoriete workout. En het, ja, high intensity training, het is een combinatie ook echt tussen cardio en kracht, en dat vind je natuurlijk niet overal. Nee. Dus het is echt een combinatie tussen, wij maken dan gebruik van een non-motorized treadmill, dus een skill mill, waar je echt met eigen kracht moet aanrennen. Ja, en als je daar dan 45 minuten op aan het sprinten, of 45 seconden, dat is wel heel lang, 45 seconden op aan het sprinten bent en daarna ja, dat weer afwisselt met squat shoulder presses en je gaat weer terug naar die skill mill, weer meer low push, ja, dan haal je echt het ultieme uit een workout van 3 kwartier. Ja, dus, zo'n 1200 calorieën of zo wat je verbrandt. Ja, en dat is dan wel in totaal. Hè? En je zegt, ja, 1200 calorieën in 3 kwartier, dat is onmogelijk. Hè? Dus, maar het gaat dus echt om die afterburn. Dus dat is zo lekker, omdat je die hele... Ja, je geeft echt je metabolisme een soort van shock. Dus je blijft echt doorverbranden na zo'n HIIT-training tot wel 24 uur. Nou, dat voel je ook wel echt aan je lijf. En als je dan echt je voeding daar ook goed op aanpast, dan heb je echt heel snel resultaat. En we hadden afgelopen week weer even een inspiratie-workout met onze trainers. Ja. En toen stond ik ook in sinds tijden natuurlijk ook weer in mijn eigen studio op de skill mill. En toen dacht ik echt, oh ja, dit is toch echt welk thuisklasje of buitenklasje je ook doet. Dat komt echt niets in de buurt. Dus naar zo'n workout. Dus ja, het is gewoon heerlijk. Het is echt by far mijn favoriet. Ja, tof. Hey, we gaan even wat rapid fire questions, vooral over marketing. Wat jullie doen binnen je Urban Gym groep. Wat is je favoriete content marketing kanaal? Ja, voor mij en voor echt iedereen eigenlijk in de groep en voor alle labels is dat toch eigenlijk wel word of mouth. Ja. Eigenlijk, dat is by far onze favoriete marketingkanaal. Ja. En dat is ook wel, nou ja, goed, hè, als jij net het zelf ook al vertelt van hoe enthousiast je wordt van zo'n les en je vertelt dat aan anderen. Ja, dat is de meest krachtige marketing die je natuurlijk kan hebben. Je moet het echt ervaren. Ja, wil je dat aan iemand door kunnen vertellen? Het is heel moeilijk om dat via een advertentie zeg maar te vertellen. Natuurlijk, video helpt wel goed, maar ja, at the end is het gewoon de ervaring zelf van de klant wat ervoor zorgt dat het als een lopend vuurtje gaat. Ja, en dan drijf je dan bepaalde tactieken, zoals bijvoorbeeld referral marketing of andere zaken, of vanuit community, dat je toch dat spinwiel aan de gang wil krijgen? Ja, dat hebben we wel gedaan. Hè. Dat is wel met bring a friend acties en dat soort dingen. Maar at the end is het gewoon iets wat toch organisch gaat. Hm. Weet je, wij zitten natuurlijk heel erg op die customer experience. Het is voor ons het allerbelangrijkste. Eigenlijk in alle facetten binnen Hive Studios denken we daaraan. Aan de kleinste details. Ja. Om echt zeg maar die customer journey van A tot Z helemaal top te hebben. Ja, en als je dat ervaart en je vindt dat fantastisch, dan gaat dat vanzelf. Ja, absoluut. En als je in dit, zeg maar in de video fitnesswereld kijkt, ook even buiten onze grenzen, heb je bepaalde favoriete merken? Misschien concurrenten waarvan je denkt, hey, die vind ik inspirerend, of gewoon andere athleisurewear of andere gerelateerde merken aan jullie business? Ja, het is grappig, want ik kijk zelf eigenlijk nooit naar fitnessmerken.
om inspiratie op te doen. Dat heb ik in het begin natuurlijk wel gedaan. Hè, toen ik net toen ik de Bootcamp Club had verkocht en me weer helemaal vast ging bijten in het, in het volgende concept, ben ik natuurlijk veel in Amerika geweest en veel in New York geweest. Daar heb ik meegedaan aan Barry's Bootcamp, SoulCycle, dat soort ketens. Dat was toen helemaal nog niet in Nederland ook. Dus dat heeft me wel enorm geïnspireerd. Ja. Maar nu kijk ik eigenlijk niet meer naar fitness. Fitnessmerken. Weet je, omdat we ook toch wel de frontrunners willen zijn. En ik vind juist dat je juist beter nog inspiratie kan opdoen in andere branches. Bijvoorbeeld als je kijkt naar Nederlandse merken, bijvoorbeeld vind Ace & Tate vind ik bijvoorbeeld fantastisch. Of Van Moof, heel mooi merk. Maar bijvoorbeeld ook modemerken zoals een Isabel Marant of een Vince of zo. Hè? Dat soort merken, dat vind ik dan ook wel heel tof. Ja, dus, ja. Ja, absoluut. En wat je ziet, zowel Van Moof als Ace & Tate hebben ook in de Hello Master podcast over marketing en innovatie verteld. Ja. En wat je gewoon ziet is dat je eigenlijk toch vanuit je core identiteit, waar sta je voor, hoe is je productstrategie en dat allemaal op elkaar orchestreren, dan creëer je echt iets unieks. En het inderdaad buiten de grenzen kijken kan inspirerend zijn, maar je hebt dan ook wel het risico dat je een soort van me-too gaat worden of een copycat. Ja, nou ja, dat is absoluut wat ik niet wil. Echt zeker geen copycat. Ja. Dat is ook, we hebben ook echt High Studios gewoon echt helemaal van scratch ontwikkeld en gewoon echt een eigen concept van gemaakt. Dus niet iets gekopieerd van wat al bestond. Ja. En dat is in het begin natuurlijk wat moeilijker. Want je moet natuurlijk echt die sweet spot vinden en echt alles uitdenken. Echt een beetje opnieuw het wiel uitvinden. Ja. Maar ik vind dat wel leuker dan klakkeloos iets kopiëren. Ja, absoluut. Ja. Dat is misschien wel een mooi bruggetje naar een beetje meer strategische vraag. Van, hoe ontwikkel je je product dan? Doe je dat samen met je audiences? Praat ons een beetje door het hele proces van hoe je van idee tot en met validatie tot activatie komt. Ja, het is echt grappig, want alle dingen die ik zo far heb gedaan zijn wel allemaal ontstaan vanuit een eigen behoefte. Ja. Zo ben ik Bootcamp Club ook begonnen ooit, want ik werkte toen op kantoor. En ik zat de hele dag binnen en ik was dat zat en ik wilde dan juist naar buiten, want ik was al de hele dag binnen. Ja. Dus ook toen ik in LA was, kwam ik daar Bootcamp tegen en dacht ik, ja, bizar, dat hebben wij ook nodig. Dit is precies wat aansluit op mijn eigen behoefte ook. Want ik wil buiten trainen met zonlicht en extra zuurstof en vitamine D aanmaken en dat. Ja, ja en uiteindelijk, dan begin ik echt met een vragenrondje in mijn eigen omgeving. Van wat vind jij daar dan van? En dan is het gewoon langzaam iets uittekenen en uitdenken. Welke ingrediënten daar dan allemaal in moeten. En uiteindelijk ontstaat zo'n product. En dat is ook uiteindelijk weer met High Studios is dat zo. Hè, ik had toen echt ook echt behoefte aan een flexibel product. Ik wilde niet vastzitten aan een long-term membership. Ik wilde gewoon meerdere dingen combineren. Buiten trainen, wielrennen, af en toe een keer een hitlesje binnen doen. Maar dan wel ook met een fantastische experience. Als je binnenstapt dat je denkt, yes, dit was vet, ik wil morgen weer dat. Ja. En dat was er toen ook nog niet. Weet je? Dus dat is ook weer ontstaan vanuit een eigen behoefte. Ja. Dus dat is het meer. Natuurlijk, ik kijk je goed luisteren naar je doelgroep. Kijk natuurlijk goed naar wat er in de markt gebeurt. De fitnessmarkt gaat snel. Helemaal in de afgelopen 5 jaar is een hoop gebeurd. Ja. Zeker in Amsterdam. Je hebt natuurlijk Amsterdam en de rest van Nederland, hè, wat ze zeggen. Dus zeker in Amsterdam gaat dat hard. Ja. Dus maar het is wel altijd wel echt kijken van waar heb ik zelf behoefte aan? En gecombineerd met wat er in de markt speelt. En dat dan gaan testen met wat kleinere groepen en dan gewoon steeds verder uitdiepen. Ja, ja. Dus echt heel agile, zeg maar, in de core. Ja, ja. Dat moet je zeker de afgelopen tijd zijn, want het is goed. De community zat thuis. Ja. Vertel eens even, wat hebben jullie de afgelopen jaar gedaan, zeg maar, om toch... het is een flinke hit die je dan krijgt als bedrijf. Zo, ja. Ja. Ik ben heel benieuwd. Ja, dat is natuurlijk een hele, hele heftige tijd geweest. We kunnen gelukkig volgende week onze deuren weer openen. En dan zijn we gewoon echt een jaar aan dicht geweest. Hè? Natuurlijk wel even tussendoor nog open geweest. Maar voor High Studios was dat echt met 2/3 of 1/3 eigenlijk van de capaciteit. Mm-hmm. Dus al een stuk kleinere groepen. We hebben ongelooflijk veel gedaan. Mijn moeder vroeg een tijdje geleden van, je zal het nu wel heel rustig hebben omdat de gyms dicht zijn. Dat dacht ik echt, echt gewoon drukker dan ooit. Ja, we hebben heel, heel erg veel dingen geprobeerd en getest. En
Want we zijn in de eerste lockdown begonnen met YouTube-workout-video's. Nou, op een gegeven moment deed de hele fitness scene dat natuurlijk. Toen dacht ik van ja, ik vind dat heel tof om te doen. Maar ja, weet je, je moet dan ook wel echt de perfecte kwaliteit kunnen leveren, vind ik. Als ik iets doe, dan moet dat echt perfect zijn. En kwalitatief gewoon goed zijn. Ja, en onze studio's zijn er helemaal niet op gebouwd. Want dat zijn prachtige studio's. Maar ja, niet om echt een workout video in op te nemen. Mm-hmm. Dus als het gaat om akoestiek en licht en dat soort dingen. Mm-hmm. Dus daar hebben we wel een aantal video's van opgenomen. Maar dat hebben we niet echt doorgezet. Dus dat is prima. Gewoon een paar workouts op YouTube en dat was het. Dat overigens wel heel goed bekeken is, dat wel. Dus het werkte wel, maar ja, dat hebben we niet doorgezet. We hebben outdoor lessen op het rooster gezet. Dat is echt grappig, want dat was van, oh ja, dat is natuurlijk wat ik ken, want dat heb ik ja, heel lang gedaan. Ja. Ja, dus dat was eigenlijk vrij snel, hebben we dat ook toch best wel, nou ja, ook wel echt in een rap tempo op kunnen schalen. Mm-hmm. Dus we hebben nu iets van 280 lessen per week in Amsterdam, in alle parken. En we zijn net in Utrecht live gegaan, in Rotterdam. En ja, met zeg maar, de hele academy eraan vast en audities en eigenlijk alles wat ik toen ook heb gedaan met de Bootcamp Club. Dus dat voelde wel al heel vertrouwd. Ook een beetje gek, zo van, oh ja, zijn we weer? Ja. Maar ja, dus dat. En uiteindelijk zijn we ook gestart met audio workouts. Hmm. En dat is dan wel ook weer helemaal weer iets nieuws. Dus ja, puur een beetje, uiteindelijk... toevallig ontstaan dat we dachten van ja, we willen niet met die video's wat doen, want we kunnen niet de optimale kwaliteit leveren. Dus wat kunnen we dan wel? En toen was het ja, wat komt het meest in de buurt bij een indoor high studios les? Nou ja, dat is dan toch iets buiten met rennen en sprints en bodyweight exercises en muziek. Dus dat hebben we ook gedaan. Ja, en verder is het natuurlijk op allerlei mogelijke manieren proberen je klant engaged te houden. En niet stilzitten in ieder geval. Ja, absoluut. Ja. Ja. En hebben jullie ook nog wat gedaan met apps? Ik gebruik zelf bijvoorbeeld Center als app om te trainen. En dat is het core van hun product. Hè. Ze hebben geen studio's, het is allemaal virtueel. Ja. En dus daar is ook flink in geïnvesteerd. Ja. Maar heb je ook eens overwogen om te denken van nou, ik ga partneren met zulke clubs. Zodat ik in ieder geval wel mijn experience zeg maar in zo'n app kan laten neerzetten. En dat kan bijvoorbeeld heel erg voor Nederlands of zo. Ja, nou dat hebben we. Hè. In de eerste instantie is het wel dat we toch wel graag iets zelf willen ontwikkelen. Ja. Hè? Dus dat we echt helemaal onze eigen look and feel en onze core values en alles daar zeg maar wel in kwijt kunnen. Dus we hebben niet gepartnerd met een partij. Dus ja, gewoon echt geprobeerd zelf dingen te ontwikkelen. Nou ja, goed, en als je iets van scratch ontwikkelt, nou dat weet je, een app heb je natuurlijk niet in 2 maanden neergezet. Nee. Dus het is zeker wel iets wat we willen blijven aanbieden hoor. Online gaat zeker iets blijvend zijn binnen de Urban Gym Groep. Ja. Dat moet ook wel, want de wereld is gewoon veranderd. En dat zat er al wel aan te komen. Alleen COVID heeft dat natuurlijk wel versneld. Ja, absoluut. Ja. Hey, in wat je ook heel erg ziet in allerlei fitnessketens, natuurlijk heel erg in Amerika met SoulCycle bijvoorbeeld, is het een soort van halve cult geworden. Hè? Met allemaal van die superstar trainers die weer tienduizenden, zo niet honderden duizenden followers hebben. Ja. Je hebt het zelf ook allemaal ervaren toen je in New York en in de US was. Vind je dat zoiets past in het nuchtere Nederland? Ja, zeker wel. Niet een klakkeloze kopie van wat daar gebeurt. Dat was hetzelfde met bootcamp, dat echt instructors aan het zingen waren. Net als in het leger. Ja, dat hoef je echt niet in Nederland. Dat moet je niet doen. En inderdaad ook in de boutiques daar. Ja, het is natuurlijk heel Amerikaans. Maar ja, toch dingen. Er zijn toch wel bepaalde elementen. Die toch wel aanslaan hier. Hè? Bijvoorbeeld echt het stuk beleving en het stuk het klantenservice en de customer experience. Dat gedeelte, dat slaat zeker wel aan hier. Hè? En het stuk motivatie in je lessen. Ja. Toch meer de focus op. Hè? Dus wij selecteren onze trainers daar nu ook wel echt op. Dat deden we al heel lang, maar we kijken niet echt naar wat voor fitnesservaring heb je. Ja. Natuurlijk, skills is belangrijker, maar het gaat me meer om of iemand charisma heeft. Ja. En, master of ceremony, zeg maar. Het is vele malen belangrijker dan wanneer iemand de hele waslijst aan opleidingen en alles heeft gehaald. Ik bedoel, alles draait om beleving in zo'n les. Het is nog veel belangrijker dan hoe je studio eruit ziet, in feite. Dus, Nee, heel herkenbaar.
Hey, je hebt ook laatst een strategische partnership gedaan. Björn Borg. Ja. Waarom doe je dat? Ja, dat is wel heel leuk, want dat is eigenlijk ook al een hele, heel lang een partner van mij. Want met Boetroom Club werkte ik ook al met Björn Borg. Ja, ik vind het gewoon een heel tof merk, Zweeds merk. Past heel goed bij ons. Ja, en het is, dat is, we zijn daar weer mee begonnen met High Studios toen we daar net mee starten. Denk, ja, High Studios bestaat vanaf 2016, denk dat we 2017 daarmee zijn gestart met die samenwerking. En ja, dat is gewoon te gek. Dat is gewoon, we werken al een tijd met ze samen. En dat kan eigenlijk wel zeggen dat de merken nog meer naar elkaar toe zijn gegroeid in die tijd. Mm-hmm. Dat we zoveel dingen samen doen. En ja, wat eigenlijk veel verder gaat dan wat je normaal ziet met seeding. Hè? Zo van, oh leuk, hier heb je als trainer heb je een trainingspak. Ja. En leuk als je een keer een foto kan maken voor op social. Ja. Dat is er, maar ja, wij proberen wel echt het uit te diepen en op zoek te gaan naar wat voor soort manieren wij elkaar allemaal nog verder kunnen vinden. En gezamenlijke fotoshoots, activaties, dat soort dingen. Ja, ook productontwikkeling, bepaalde kledinglijn of? Ja, nog niet. Dat is wel iets waar we over nadenken. Aan de andere kant is het wel, ik ben altijd wel heel erg van, ja, schoenmaker blijft bij je lees, weet je wel. Dus dat is wel ook iets, als je echt van scratch helemaal iets wil gaan ontwikkelen, dan gaat er natuurlijk ook wel een hoop tijd in zitten. Ik vind het wel heel tof, maar op de manier waarop het nu doen werkt het ook heel goed. Ja, super. Ja. Veel luisteraars, die zijn ook allemaal marketeers, hè? Die zijn ook vaak bezig met branded affiliations of andere zaken. Heb je nog wat tips over hoe je daar echt een soort van strategische alliantie uithaalt. Dus dat het inderdaad niet gewoon een platte product placement is, maar iets wat gewoon wat dieper gaat voor je merk. Hoe pak je dat aan? Ja, belangrijk is echt om terug echt in de basis te kijken, echt naar de core values ook van het merk. Waar staat het voor? En op welke doelgroep richten ze zich dan? En waarom dan? Wat is de why van het merk? En is dat een fit met je eigen merk? Ja. In plaats van, oh ja, het is tof, laten we daar iets mee doen. Maar waarom dan? He, dat is, dus ja, ik vind dat altijd wel een hele mooie. Ik bedoel, er zijn veel merken die met ons willen werken. Ja. En met ons willen samenwerken. Maar we kijken toch altijd van, ja, wat is voor jullie belangrijk? Is bijvoorbeeld sustainability. Hoe kijken jullie daar tegenaan als merk? Is dat belangrijk voor jullie? Ja. Nou ja, en als een merk daar niet mee bezig is, dan is het voor ons ook geen fit. Ja, helder. Ja, heel herkenbaar. En als je zeg maar kijkt naar je marketingaanpak. Je had het net al even over het feit dat het begint natuurlijk altijd met die waarden en je why. Maar als je gewoon even wat meer tactisch kijkt van hoe je je merk hebt gebouwd. Kun je eens een voorbeeld geven van bijvoorbeeld een campagne of misschien juist een always-on strategie die goed voor jullie gewerkt heeft? Ja, nou ja, het is ook waar we het gesprek mee begonnen, dat echt dat word of mouth heel belangrijk is. Dus dat wij heel erg ingezet hebben altijd op die activaties. En dat blijven we ook doen. Ja. We hebben, nou eigenlijk beide merken heb ik echt met niet heel veel marketingbudget opgebouwd. Ik had geen geld om daar echt, zeker geen ATL, dat is natuurlijk, hoeft ook niet met één studio in Amsterdam toen. Maar ja, het is gewoon een klein marketingbudget. Dus dan ga je toch kijken naar hoe je dat op een laagdrempelige manier eigenlijk kan opbouwen. Yeah. Dus bij ons is dat heel erg altijd met activaties gegaan. Dus gewoon echt op de club. Nou, dat begon al met live DJ workouts en vodkafeestjes. Dat je denkt, vodka feestjes op een club. Maar dat vind ik juist leuk. Want ik vind het leuk om een klein beetje disruptive te zijn in die fitness scene. Ja. Want Etienne draait het niet alleen maar om broccoli en groene thee. Wij willen ook gin tonics en een pizza eten in het weekend, toch? Dus dat is wel waardoor je het ook wel gewoon langer vol blijft houden. Dat is ook waar we wel voor staan. Work hard, play hard. Ja. Dus dat, feestjes. Met Halloween gesminkt van de een naar de andere locatie rennen midden in de nacht. Grote namen zoals Joost van Bellen die komen draaien. Veel fotoshoots, videoshoots waar we onze klanten ook bij betrekken. Ja. Dus dat zijn wel enkele voorbeelden van hoe dat opgebouwd is. En uiteindelijk gaat dat dus best wel gaat dat organisch. Want daar zijn natuurlijk ook influencers bij betrokken geweest. Ja, bij die activaties, ja. En dat is voor ons een hele goede manier geweest om dat op die manier zo neer te zetten. Ja. En ook toch weer van, ja, zorg gewoon dat je kwaliteit goed blijft. Ja, dat is ook van hoe ik mijn trainers train en hoe ik mijn team train. Van, ja, je kan tonnen uitgeven aan marketingbudget, maar at the end gaat het om de les. Ja, uiteraard. En hoe schaalbaar is dit naar andere steden?
Zeker schaalbaar. High Studio specifiek bedoel je? Of de andere merken van de Urban Gym groep? Nou, misschien ook? Meer dit concept, zeg maar. Hè? Want het is heel erg, ja, dit is fantastisch voor Amsterdam. Maar zou je bijvoorbeeld ook in Apeldoorn werken? Om even... Ja, zeker wel. We hebben dat nog niet gedaan. Dat is ook niet op, hè? We focussen ons natuurlijk wel. We zitten nu echt in de grote steden van Nederland. Ja, kijk, in feite als je het plat slaat, het is gewoon een workout waar wat iedereen heel fijn zou vinden, ook in Apeldoorn. Want het is gewoon, hè, je wil snel resultaat. Mensen hebben gewoon niet zo zin meer, denk ik, om heel lang in een gym te hangen. Je wil gewoon snel resultaat. En je wilt het idee hebben dat als je een training hebt gedaan, dat je ook echt alles hebt getraind. Kijk, personal training werkte ook in Apeldoorn. Ja. En deze training, dat is eigenlijk een soort van groeps personal training workout, waarin je wel dezelfde resultaten uiteindelijk behaalt. Dus ja, ik geloof zeker dat is zeker schaalbaar. Ja, top. Hey, vertel eens een beetje over je marketingteam. Je gaf aan dat je heel weinig, met een beperkt budget, vooral heel erg vanuit Urban Media opereert. Ja. Wie zit er in je team? Ja, nu is het is nu natuurlijk echt een heel anders geworden. Hè. We hebben natuurlijk de Urban Gym Groep sinds het ontstaan en sinds de labels zijn gemerged, hadden we natuurlijk eigenlijk gewoon drie kleine marketingteams die we samengevoegd hebben. Nou, dat gaat natuurlijk enorm rommelig in het begin. Dat is gewoon een hele herstructurering van de hele afdeling. Ja, dus daar zitten we op dit moment middenin. Om dat echt helemaal from scratch weer op te bouwen. En dat we niet zeg maar één marketeer op één specifieke label hebben zitten. Maar dat we het gewoon meer gaan combineren. Ja. Zoveel generalisten. Hè, want dat gaat zo in een start-up. Dat doe je alles. Dan sta je op maandag ben je bezig met een fotoshoot. En op dinsdag ben je de nieuwsbrief aan het schrijven. En woensdag ben je de online campagnes aan het doormeten. Zeg maar zo. Zo ziet het eruit. Dus dat zijn echt generalisten. Ja. En nu gaan we wel die kant op, nu we natuurlijk groter worden, dat we ook wel echt meer specialisten in huis willen hebben. Ja, werk je ook met agencies of freelancers? We werken wel met een paar agencies, maar uiteindelijk willen we wel echt alles in huis hebben. Natuurlijk, ja. Hè, er zijn natuurlijk echt wel grote, mooie creatieve bureaus. Je kan natuurlijk niet alles in huis hebben, dus we zullen altijd wel... op bepaalde vlakken met externe blijven werken. Maar wat we in huis kunnen halen, dat halen we bij Volker in huis. Wat is het effect van een podcast op je merk? De Hellomaas adviseur Jeroen de Bakker van audio agency Airborne deed uitgebreid onderzoek. Wil je graag het rapport ontvangen? Stuur dan een bericht naar clo@hellomaas.com. Kijk ook echt, ja, ik kijk niet echt per se naar skillset ook. Ik bedoel, het is meer van heb je de ambitie ook en deel je zeg maar onze visie. Ja, nou, dat is een heel goed punt hoor. En daar heb ik wel wat in geleerd ook, als ik eerlijk ben. Want ik ben, in New York ligt de lat gewoon super hoog met alles. Hè? Dus ook met iedereen die je in doet, is dat zo'n A-type. Want ja, anders overleef je het ook bijna niet in die stad. Want het is zo duur en je moet gewoon een goede job hebben. Maar wat ik dan hier, ja, dacht ik eerst van, ik ga wel mensen die het al, weet je wel, 10 jaar werkervaring hebben. En die, maar dan merk je toch, het is misschien heb ik daar gewoon niet zoveel geluk in gehad, maar dat een hoop mensen dan toch heel erg in zo'n gezinssituatie zitten. En dan ook niet meer de edge hebben of de kracht om echt door te willen knallen. Terwijl, ja, wij hebben dus ook een team van allemaal mensen tussen de 22 en 32, maar de meeste zijn rond de 25. Ja. En dat is gewoon zoveel energie en zoveel purpose en zoveel... Ja, te gek. Ja, echt leuk. Het verschil. Dus als je daar zeg maar gewoon de mensen kan vinden die inderdaad met jou op die missie willen... Ja, dan heb je een soort van magic in handen. Ja, dat is het echt. Je moet er goed over nadenken. Dan moet je zeker goed over nadenken. Want het kost je natuurlijk wel in het begin ook wel veel tijd. Hè? Meer tijd. Want je moet iemand trainen, zeg maar. Ja, kijk, ik ben altijd heel erg juist met qua. Ik probeer ze juist te inspireren. Hè, ze juist zeg maar aan te zetten om elders ook een inspiratie te vinden. We hebben dan inspiratiesessies 2 wekelijks. Oh, en dan moeten ze ook gewoon echt 3 inspiratiemomenten moeten ze presenteren. Of 3 inspiratiedingen moeten ze presenteren. Wat niet juist uit de fitness komt. Oh, dat is een goed idee. Iets stofs wat je hebt gezien. In een, dat kan zijn een campagne, dat kan zijn een feestje, dat kan zijn een modeshow, dat kan zijn iets tofs wat je op tv hebt gezien. En dat is juist tof, weet je, om ze daar heel erg in mee te nemen. En, en daar komen echt de coolste dingen uit. Oh, dat is een leuk idee. Oh, dat ga ik ook toepassen. Dat is echt leuk. En dan krijg je daarna een soort van hele natuurlijke brainstorm.
Ja. En dan ga je dus uiteindelijk van oké, en hoe kunnen we dat dan uiteindelijk op onze business toepassen? En daar komen echt de tofste dingen uit. Oh, dat is een goed idee. Ja, en dan hebben ze het juist natuurlijk ook helemaal het idee dat ze ook, je betrekt ze bij alles. Het team is bij alles betrokken. En dat in combinatie met die, ja, met die urge en jong en drive en energie en iets tofs neer willen zetten. En dat ook, ja, echt het idee geven, of nee, het idee geven, het is al een stuk ownership bij ze neerleggen. Ja. Dan heb je echt een topteam. Ja, ja. En het aantal contentkanalen en formats, dat verandert ook supersnel, hè? Je gaf net ook al aan dat het überhaupt het gewoon managen van je day-to-day marketing, dat is al een hele klus, ook een hele diverse klus. Hoe zorg je toch dat er ook ruimte is voor experimenteren? Ja, wat ik het leuke vind is dat ik werk met echt veel jonge mensen. Heel veel jonge mensen. En die zitten daar middenin. Hè? En dat vind ik ook wel tof. Want een van die meisjes was bijvoorbeeld helemaal in podcasts. Hè? Dat is natuurlijk gewoon echt wat in de jongere doelgroep natuurlijk enorm leeft. Alles is gewoon met alles. Het zijn alleen maar podcasts. Nou, we zitten er nu in. En... en toch is daar toch wel ook natuurlijk uiteindelijk high tracks uit ontstaan. Dus de audio workouts. Dat ze kijken, wat beweegt onze doelgroep nou? Wat vinden ze nou interessant? Ja. Laten we dat dan gaan doen. Dus het is vooral wel ook echt heel veel dingen proberen. Met mijn team, zo ga ik ook wel echt ook met mijn team om. En eigenlijk met iedereen in de Urban Gym groep. Van probeer het gewoon. Testen, tweaken. Hè. Probeer die sweet spot in iets te vinden. Ja. Liever 1000 dingen proberen waar je echt 100 hele succesvolle acties uithaalt, dan niks doen, zeg maar. Ja, helder. Ja. Continu on the edge blijven. Altijd, ja. 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 Hey, en als jij jullie samen met nieuwe concepten komen, kun je eens iets vertellen over het proces? Hoe doe je dat? Want het is natuurlijk best wel een pittige rol om zowel innovatie als marketing te leiden in een bedrijf dat ook echt wel goede ambities heeft. Aan de andere kant ook nog eens een keer in een landschap wat continu verandert. En in COVID ook nog erbij. Ja. Ja, dus als je het kijkt op de schaal van complexiteit, dan score je wel flink. Ja, ik ben ook echt toe aan vakantie. Ik ga volgende week lekker een weekje detoxen. Heel lekker. Heb ik telefoon uit. Ja, heb ik echt behoefte aan. Ja. Ja. Maar het is complex. Ja. Ja, dus dat. Maar hoe doe je dat dan? Is een vakantie dan voor jou het moment om even die afstand te nemen? Of waar ik ook even benieuwd naar ben, van met je team zelf, zeg maar. Hè? Want ik heb hetzelfde ook bij Hello Maas. Weet je wel, je hebt een roadmap, je hebt ondertussen je day-to-day. Dan heb je natuurlijk al de dingen van buiten die komen die niet gepland zijn. Wat is zeg maar jullie structuur ook waarin je dat manage? Heb je bepaalde tools? Heb je stand-ups in de ochtend? Doe je fuck-up meetings? Ik ben even benieuwd zeg maar, naar hoe je je marketingoperatie hebt ingericht om toch die edge te kunnen houden. Ja, nou, dat is natuurlijk in het begin van COVID natuurlijk wel echt dus 180 graden natuurlijk gedraaid. Hè? We zijn juist altijd heel erg geweest van samenkomen, brainstorms met elkaar en dan het liefst ergens op een studio. Ja. Dat je in die environment zit en dat je dat voelt, die energie daar voelt. Mm-hmm. Het liefst ook voor of na een les, dat klanten uit de les komen en dat je daar dan ook aan klanten meteen dingen kan vragen. Dat is gewoon wel hoe we altijd werkten. En dat is, en ineens was alles natuurlijk met Zoom calls en met team calls. Dus dat is wel een ding geweest in het begin. Heel erg zoeken, maar goed, voor welk bedrijf niet. Ja. En uiteindelijk hebben we toch weer die snel voor gekozen om uiteindelijk buiten de meetings dan te doen. Gecombineerd met outdoor workouts. Okay. En dan heel, heel primitief, maar dan echt in het gras. buiten met een groep. Ja, het is gewoon continu wel elke dag natuurlijk contact. We hebben heel veel contact. We hebben denk ik 100 WhatsApp groepen. Van creatie tot de audio WhatsApp groep het zijn er nogal wat, maar waarin we continu iedereen, het zijn allemaal jonge mensen die gewoon ook echt heel graag willen en allemaal wel heel erg geïnspireerd zijn nog steeds en geïnspireerd raken van wat er allemaal wat er allemaal gebeurt in de wereld. Ja, dus zo doen we dat nu, dus het is gewoon eigenlijk het gaat heel veel op gevoel. Ja, tof. Ja, en ik denk ook dat past ook gewoon heel goed bij jullie product. Want dat is natuurlijk ook iets wat moet ook een positief gevoel geven. Dus, het is natuurlijk heel erg op emotie. Hè? Het is natuurlijk helemaal nu. Het is natuurlijk echt zo. Mensen hebben. Er zijn veel mensen die gewoon een jaar bijna niks aan sport hebben gedaan. En het geprobeerd hebben thuis, maar wat niet is gelukt. Ja.
Maar op een gegeven moment, ja, dan begin je dan met een YouTube workout video. Ja. Maar ja, op een gegeven moment ben je er ook wel klaar mee thuis op je laminaat voor de tv. Het is toch lastig om die motivatie uiteindelijk op te breken en iets te doen. Ja, weet je, er zijn zoveel mensen die... Dus, ja, dat heeft zo'n gigantisch effect. Ja. Natuurlijk ook op je psyche en mensen die gewoon met halve burn-outs thuis zitten. Ja, absoluut. Dus ja, die mentale weerbaarheid, dat krijg je natuurlijk ook door het sporten. En als je dat dan ook niet meer hebt, of in ieder geval niet de connectie ook met anderen. Ja. Dus het gaat waarschijnlijk vanaf 18 mei super los voor jullie worden. Ja, los. Ja, knaldrang, hè, hoe ze het noemen ook. Ja. Knaldrang, ja. En hebben jullie daar nog een soort van campagne? Of hoe doe je, zeg maar, weer dat de deuren open gaan? Nog speciale feestjes? Ja, zeker. Kijk, voor House Studios is dat iets anders, omdat de groepslessen natuurlijk officieel nog niet toegestaan zijn. Ik weet niet voor hoe lang dat natuurlijk nog gaat duren. Ja. Dat is tegelijkertijd voor ons natuurlijk heel erg lastig om onze campagnes natuurlijk weer ook op in te richten, omdat het allemaal nog steeds, je weet het niet. Mm-hmm. Ja, dus na elke lockdown is dat ook weer anders geweest. In het begin waren groepslessen wel toegestaan, in de tweede weer niet. En toen was het alleen maar personal training, toen mocht personal training ook weer niet. Dus ja, dat is heel lastig om daar je campagnes op af te stemmen. Yeah. Maar wij gaan, ja, natuurlijk als we weer helemaal open gaan, dan is het natuurlijk vooral heel erg op die emotie zitten van het kan weer. Ja, tof. Tof. Ja, ja. Ik zie het graag tegemoet. Ja, leuk. Ja. Ja, superveel de revue gepasseerd. Laatste vraag. Wij noemen het altijd in de categorie Hello Curiosity. Hè, want uiteindelijk is de nieuwsgierigheid wel de hallmark van een succesvolle marketeer. Ja. Welk boek, videocursus, podcast raad jij aan de ambitieuze marketeer? Wat inspireert jou? Ja, dat is wel echt ook heel, heel erg leuk. Het is een beetje, zeg maar, in hetzelfde. Ook weer dat ik niet naar fitnessmerken kijk, maar elders mijn inspiratie opdoe. Ja. Is dat in dit geval ook. En dat is... Ja, wanneer ik op mijn meest creatieve momenten eigenlijk... Dat is als ik echt heel erg lekker in mijn vel zit. Ja. Vroeg opsta. Train, scherp ben. Geen alcohol drink. En uiteindelijk komt dat allemaal samen in één boek. En dat heet One Day. Dat is een boek van Tabe Aido. En dat is echt een boek dat gaat over vroeg opstaan. Wat het met je doet als je om 4:30 iedere ochtend je wekker zet. En wat het met je doet als je ademhalingsoefeningen doet, even de alcohol laat staan, HIIT workouts gaat doen. Ja. En dat is bizar, wat voor creativiteit er dan vrijkomt in je hoofd. Weet je? En dat is uiteindelijk waar ik het meeste uithaal. Okay, One Toch Day. One Day is echt een heel tof boek. En en verder is het gewoon trainen. Dat klinkt ook weer natuurlijk gek, omdat het natuurlijk mijn eigen business is. Maar dat is gewoon wel echt zo. Als je ergens niet uitkomt of je loopt vast in iets. Ja. En je gaat trainen, dan vind je de antwoorden vanzelf altijd. Ja, ja. Dan komt de creativiteit vanzelf vrij. Ja, absoluut. Nou, super zeg. Heel veel van je geleerd in hoog energie, wat ik niet anders had verwacht. Een mooie, leuk. Een hit podcast over marketing en innovatie. Ja. En hoe je ook als ondernemer, zeg maar, daar sturing en leiding en inspiratie aan geeft. Leuk. Super bedankt, Barbara. Ik jij bedankt. Veel plezier met de opening. Ik kan niet wachten om zelf ook weer aan de slag te gaan en weer een mooie lesje te volgen bij jullie. Heerlijk. Ja, ik kijk er ook enorm naar uit. Dus dankjewel. Wil je graag meer marketingkanalen inzetten, maar heb je niet de kennis in huis? Hello Maas heeft een nieuwe oplossing, het Flex Team. Haal meer uit je marketingbudget. Start met een gratis workshop. Je ontvangt een marketingteam benchmark en je leert hoe je makkelijker, sneller en goedkoper je marketingteam organiseert. Ga naar hellomaas.com/flexteam en boek nu gratis je workshop.